We kennen het allemaal wel, we gaan lekker op vakantie. Maar wat doe je dan met je planten? Die moeten natuurlijk wel overleven. Nou, er zijn verschillende tips voor, die kun je allemaal rustig nalezen op 247green.nl. Maar ik vertel je nu de allerleukste. We hebben allemaal wel de plastic flesjes, die dan natuurlijk bij het plastic afval gaan. Maar je kan ze ook heel goed hergebruiken. En wat nou leuk is, je kan van zo'n fles de bovenkant afsnijden. Dat moet je natuurlijk wel een beetje voorzichtig doen. Met je vingers snijden, zo. Maak je een klein sneetje in de onderkant. Ja. Vervolgens zet je hem bij je plant. Doe je er gewoon een beetje in. En dan vul je hem met water. En wat er dan gebeurt, is dan krijg je eigenlijk een hele rustige afgifte van het water naar de grond. Het hangt er wel vanaf hoeveel sneetjes in de fles hoeft. Dus moet je eigenlijk even een dag van tevoren checken. Als je deze erbij zet, weet je zeker dat je plant het zal overleven als je 2 of 3 weken weg bent. Hetzelfde gaat op voor de potten op je balkon of je terras. Kijk, ik heb hier een mooie grote. Maar dat betekent wel dat je ook een grotere fles moet nemen. Ja, eigenlijk werkt het weer hetzelfde. Bovenkant eraf, een paar sneetjes erin, fles erin en klaar ben je. Nou, deze kan er weer tegenaan. Fijne vakantie.